Misschien is dit wel de mooiste begraafplaats van Nederland. Heiderust in Rheden. Naast een gewone begraafplaats met stenen heb je er ook een natuurbegraafplaats. Stappen we hier even uit. Het ziet er echt compleet anders uit. Ja, dit is nou het natuurgedeelte van onze begraafplaats. Hier de heide, daar het bos. En hier kun je ook heel mooi het verschil zien. Hier het traditionele gedeelte, wat heel langzaam overgaat in de natuurgedeelte waar de rust en de mooie natuur is. It's all for one. Je kunt zien, links en rechts liggen mensen begraven. Ja, heel subtiel, hè? Echt een heuvel. Ja. Wel met een markering. Ja, dan kunnen ze wel de plek nog vinden. Ieder graf heeft zijn eigen GPS-coördinaten, dus je kunt het altijd vinden. Want je kunt hier kun je nog een beetje de contouren zien. Maar zoals hier, deze gaan echt al een veel verder terug in de natuur weer. And the bells that ring hope were swinging from the rope. We thought we'd one day perish on. Wat betekent deze plek voor jou? Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik vind echt, dit is eigenlijk ook mijn manier van begraven, om zo te zeggen. Ik ben een natuurmens. Ik kan lekker in de natuur gaan liggen, om zo te zeggen. En vooral de nabestaanden, vooral kinderen, kunnen wel terug, hebben wel een plek om naartoe te gaan. Ja. Dus dat, dit is echt geweldig. En hoe is het om dit te mogen beheren, bij te houden? Ja, ik zeg wel eens, wij zijn de mooiste begraafplaats van Nederland. En daar ben ik gewoon trots op. Dus ja, dit is uniek. Well, I'm moving off, I'm packing up, I'm willing to be wrong. I'm packing up, I'm willing to be wrong. Now you're giving up the ghost. Echt prachtig hier, hè? Ook hoe je zo aankomt rijden. Ja, dit is het oude gedeelte. Eigenlijk hier is de oorsprong, hier is het ontstaan, hier is het begonnen. En dat, hoe oud is de begraafplaats eigenlijk? Hij is 104 jaar oud. Echt. Als je echt een oud begraafplaatsgevoel wil hebben, moet dan je hier even rondlopen. Onderhoud, is dat veel wat hier moet gebeuren om het mooi te houden? Ja, hier is vrij veel onderhoud. En je moet het dus hebben van vrijwilligers, want anders red je het niet. Ja, ja. Dit is wel even precisiewerk, hè? Moet allemaal weer netjes... Ja, daar moet je wel geduld bij hebben en... Het is niet van, dat moet je even gauw afraffelen. Waarom doe je dit werk eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb altijd vrijwilligerswerk willen doen. En er kwam een oproep van de begraafplaats Rheden voorbij op Facebook. En ik ken Heiderust, niet als mijn broekzak, maar ik ben daar al wel heel veel geweest van vroeger af. En... Afscheid genomen van dierbaren hier? Uiteraard, ja. Er ligt heel veel familie van me hier. Dus ik ben als kind ook al in een omgeving geboren. Hadden we in onze achtertuin bij wijze van spreken al een begraafplaats. Dat was in Rheden aan de Pinkelseweg. Een Nederlands hervormde begraafplaats. En dan keek ik vanuit mijn slaapkamerraampje keek ik al op een begraafplaats. Dus of het daar al ontstaan is, dat weet ik dus niet. Een fascinatie voor zo'n plek? Ja, wellicht ja. Ik heb daar op die begraafplaats ook diverse keren gespeeld met jongens uit de buurt. Dus. Het zit er misschien een beetje in dan? Waarschijnlijk wel, ja. Dus toen dat voorbij kwam, toen dacht ik van ja, dat zou mijn vrijwilligerswerk wel eens kunnen zijn. We staan nu bij iemand waarvan we niet weten wie het is. Wat voel jij daarbij? Want je bent toch eigenlijk heel persoonlijk bezig met iemands graf. Ja, dat klopt. Je probeert je voor te stellen wat zou zo iemand geweest zijn. Hè? Wat heeft hij gedaan vroeger? Komt uit Doesburg. Hij is arts geweest. Ja, wie weet. Hè?
Ook een man die midden in het leven heeft gestaan. Maar dat zijn wel gedachten die je hebt aldoende als jij die lettertjes mooi aan het maken bent. Ja, ook ja. Maar ook als ik hier rondloop en ik ben met andere werkzaamheden bezig, dan kom je namen tegen. En dan, je kijkt ook vaak naar datum van geboorte en van overlijden. En dan denk je van, goh, die is oud geworden. Jongen, jongen. Of die is heel jong gestorven. En dan gaan je gedachten toch wel een beetje op hol. Dan, het is net of je afzondert. En in zo'n omgeving zoals hier is dat... Ja, beter kan je het niet treffen. Nee, dus eigenlijk zou je het iedereen kunnen aanraden om vrijwilligerswerk te doen. Ja, ik heb al eens gezegd van, je krijgt een beetje een zen-gedachte over je heen. Al lopend, kijkend in de natuur, is het een weg naar je rust. Je innerlijke rust. Ontzettend mooie plek. Wilt u nou ook aan de slag als vrijwilliger bij Heide Rust? Kijk dan even op onze site geldlandhelpt.nl en meld u aan.